Hallo allemaal, ik ben Jowinho en welkom bij deze kanaal-update video. Het is een tijdje geleden dat ik zo'n video gemaakt heb en vandaag maak ik die omdat ik een aantal aankondigingen ga doen over het kanaal. We gaan namelijk stoppen met de Pro Cyclist carrière en de team LottoNL-Jumbo carrière. Waarom we dat gaan doen zal ik tonen aan de hand van deze grafieken. Zoals je ziet, de Pro Cyclist carrière zit nu op een gemiddelde, of ja, na 21 video's dan toch, want het zijn enkel de 21 eerste video's in deze grafiek, op onder de 60, net boven de 50. En de LottoNL-Jumbo carrière zit op een gemiddelde van net boven de 60 kijkers. Maar je ziet aan beide grafieken van het gemiddelde dat het gemiddeld aantal kijkers naar beneden gaat. En hoe langer dat zal duren, die series, hoe meer dat het geval zal zijn. Wat we dan wel gaan doen in de plaats, dat is dat we de Tour de Continental gaan afwerken. Dus vanaf nu zullen enkel die aflevering nog komen. Nog altijd 3 video's per week natuurlijk, de maandag, de woensdag en de vrijdag om 8 uur 's avonds. En dus gaan we eerst die serie afwerken. Daarna ga ik komen met een nieuwe carrière. En dat zal natuurlijk een carrière worden met 2019 ploegen of een 2019 database. En de ploeg waarmee ik dan zal starten, dat zal denk ik in januari zijn. In het begin van januari zal dat moeten zijn. Dat zal zijn de Koning Quick Step. Ja, we gaan met de Koning Quick Step een seizoen spelen. En er zullen daar ook wel een 20, 25 afleveringen van volgen. En dan gaan we ook nog een wereldbeker doen. Net zoals ik in PCM 2017 gedaan heb. Hoe dat in elkaar zal zitten, dan weet ik nog niet helemaal zeker. Maar dat die wereldbeker komt, dat is een feit. Dat zal waarschijnlijk zijn in de periode van de klassiekers dan. Want eerst zal natuurlijk die carrière moeten gedaan zijn. Of ja, dat seizoen toch met de Koning Quickstep. Dan volgt dus die wereldbeker. En dan zullen we waarschijnlijk al dicht zitten tegen mei. En dan is het natuurlijk weer tijd voor de Giro d'Italia. Waar we natuurlijk een Let's Play serie zullen van maken. En ja, daarna zullen we wel zien wat er nog zal komen op het einde van PCM 2018. Want er komt natuurlijk omstreeks juni, waarschijnlijk eind juni, begin juli. Als de Tour de France begint, komt er natuurlijk een nieuwe PCM uit. En we zullen dan wel zien hoe ver we zitten met onze series en wat we dan nog allemaal gaan doen. Dan wil ik iedereen bedanken die zich al geabonneerd heeft op dit kanaal. Zoals je ziet krijgen we iedere maand wel wat abonnees bij. Maar vooral tijdens mei waren die abonnees gewoon exponentieel groeit. 20 abonnees in de maand mei tijdens de Giro. En ook het aantal weergaven was echt wel heel groot dan. Zelfs nog iets groter dan de abonnees en de kijktijd als dat ziet. Want het is echt dubbel zo groot als de tweede beste andere maand. Dat was juni. Ook in september viel het nog redelijk mee. November heb ik nog niet toegevoegd aan deze grafieken. Maar ja... dat zal in principe wel lager zijn dan allemaal zoals het er nu tenminste voor staat. Ik neem deze video natuurlijk op vrijdag, dus we zijn nog november dan. Dus nadien zal ik deze grafieken wel aanpassen. En als we dan eens naar het totaaloverzicht kijken van al mijn series die ik afgelopen heb. Dus de Tour de Continental staat er wel nog niet tussen. Aangezien ja, die nog niet afgelopen is natuurlijk. En ook de Football Manager series staan hier niet tussen. Omdat ja, dit is natuurlijk een PCM kanaal. Dan zie je dat de Giro toch wel ja, duidelijk het best bekeken, of de best bekeken serie is. Ook de PCM 17 carrière met Lotto-Soudal staat hier redelijk hoog. En dan is het al de Lotto-Jumbo carrière. En je ziet hier wel, het begon wel redelijk goed. Maar zakte wel redelijk af naar ja, de andere series. Zoals de Tour. Of nee, het was niet de Tour die daar staat. De Vuelta natuurlijk. En de Pro Cyclist carrière. En ja, die hele lijn is van de Tour de France. En ja, dat was een experiment die falikant mislukt was met die voorbeschouwing op de etappes. En komen daar zelf met moeite 25 kijkers gemiddeld. Dus dat doen we niet meer. Dat zal enkel maar Let's Play series meer zijn van de grote rondes. Als we dan kijken naar de absolute cijfers van de weergaven per video, dan zie je dat ook hier de grootste pieken zijn bij de Giro d'Italia natuurlijk. Met een piek tot bijna 500 kijkers voor één video. En dat is toch wel indrukwekkend als je weet dat ik maar 69 abonnees heb voorlopig. En ja, op zich dat is natuurlijk wel goed in die 69 abonnees. Maar om dan toch wel echt wel veel meer kijkers te lokken, dat vond ik wel heel knap. Want op dat moment had ik zelf nog geen 69 abonnees natuurlijk. En ja, dat was wel indrukwekkend goed. Dan ga ik je eens zeggen waarom ik deze bekende zin iedere keer uitspreek. Vind je deze video leuk? Aarzel niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op de rode knop. En als je op het belletje klikt, dan krijg je een melding als een nieuwe video online komt. Dat doe ik gewoon om ja, het kanaal wat te upgraden natuurlijk. Want hoe meer likes een video krijgt, hoe hoger hij zal staan in de zoekresultaten. En ook hoe meer hij zal voorkomen bij de voorgestelde video's. Dat is gewoon het YouTube algoritme. Dus daarom vertel ik dat iedere keer of vraag ik dat iedere keer. Op zich voor mijn eigen ego is dat natuurlijk niet zo heel belangrijk. Het enige waar ik een beetje naar kijk zijn het aantal abonnees en het aantal weergaven natuurlijk. Want en dat zie je hoe populair een video is en ja, wanneer je moet stoppen met een serie of wanneer juist niet. Voor vandaag zet deze video er dan op. En vanaf woensdag is het dan, gaan we gewoon weer verder met de Tour de Continental. En dat zal nu iedere keer een aflevering van Tour de Continental zijn tot hij afgelopen is. Dus we zullen snel weten of we met Mathieu van der Poel de Tour de France kunnen winnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.